Hoi allemaal, vandaag gaan we een andere stad gaan bezoeken, Leuven! Zoals jullie kunnen zien zitten we nu op de trein op weg naar Leuven. Zoals jullie kunnen zien is dit het station van Leuven. Ginter. En daar heb je nog een pleintje. En daar gaan we naar de winkels. En je kan hier ook gezellig eten. Zoals je kunt zien, zie je allemaal restaurantjes. Zoals je kunt zien, is dit de Bondgenotenlaan. Waar je ook aan de linkerkant en de rechterkant winkels hebt. Dus zoals jullie zien, zijn hier ook winkels. U hebt hier de H&M. De slechte, de boekenwinkel dus. Hier is ook een Fnac, een parfumeriewinkel. En strakjes ga je ons taverneke zien waar we meestal gaan eten. Zo, en daar gaan we eten. Dit slaatje krijg van mij. Tweede keer duim omhoog. Super lekker. Kom hier gerust eens langs. Vindt u een heel mooi pleintje met huisjes? Rector de Zomerplein. Heel mooi plekje. Zo dat jullie zien, zitten we nu in de Diestse straat. Waar je ook winkels kunt vinden. Onder andere standaard boekhandel, Parfumerie XL en nog andere leuke winkeltjes die jullie leuk vinden. Zoals jullie kunnen zien is dit de Grote Markt van Leuven. Ja. En daar is het stadhuis. En dit plein is de Oude Markt van Leuven. Daar ga je zo meteen het bankje zien van Kotmadam. Dit is het bankje van de Kotmadam op VVM van Leuven. En zoals je ziet op de Oude Markt zie je ook nog mooie gebouwen staan. En je kan daar nog iets gaan drinken. Allee ja, eigenlijk zie je overal waar je komt, aan de zijkanten en zo, heb je nog tavernes waar je kan drinken. Dus ik zou zeggen, jongens en meisjes, kom zeker hier naartoe. Hier is het een hele gezellige stad. Je kan hier ook dus winkelen. Dus ik zou zeggen, allen daarheen. En als je naar daar gaat, heb je het park. Zoals je kunt zien, gaan we nu het station van Leuven binnen. En daarboven riek het altijd naar kipriekiek. Zo, dus dat is een hele lange gang. Zo ziet het station eruit. Zo meteen ga je de achterkant van het station van Leuven zien. Hier heb je ook nog allemaal dingen waar je kan eten, pasta en pizza. Hier drinkautomaten en eten.
En zoals je ziet heb je de achterkant. Zo. En ook een hoog gebouw. Zo, en hier jongens en meisjes en iedereen is het, het station van Leuven. Waar de treinen toekomen. Vonden jullie dit een hele leuke video? Laat dan zeker hier een duimpje achter. En vergeet me zeker niet te abonneren op mijn kanaal en op het belletje te klikken. Dag!